Het is zomer, maar we zijn nu al dingen voor de wintermaanden aan het verzamelen voor het bushcraften. Nu gaan jullie natuurlijk denken wat. Daar is het. Het zit hierin. Zo ziet het eruit. Ik weet niet of mijn camera er op kan instellen, ja. Dat brandt enorm snel. Dus ik ga dat in lucifer doosjes verpakken. En alvast klaarmaken voor de winter. Jawel. We proberen zeer sterk ontvlambare dingetjes te vinden. En die hoeven we dan maar in een lucifer doosje te doen. En dan hoeven we maar één klein vonkje op te komen. En dan hebben we in de winter gelijk vuur. Daar zijn we nu al voor aan het zorgen. Oh. Dat noemen we voorbereiding. Jawel. Ik denk, ik moet het gewoon even doen. Ik zag die dingen. Ik denk, ik kan het flesje wel weggooien in de prullenbak. Maar ik denk van, ik kan er ook bosbessen mee gaan zoeken. Ik denk, ja, ik vind geen bosbessen. Ik denk, dan ga ik maar eens andere dingetjes zoeken. En dan zit alleen even te kijken of ik hier ook nog meer van die planten kan vinden. En je ziet het al. Het is behoorlijk moeilijk. Maar we gaan goed uit onze doppen kijken. Misschien dat we er nog meer vinden. We hebben laatst in de buurt van Lent, vlakbij het water, hebben we wel allemaal van deze dingen gevonden. Daar lag het echt helemaal vol van. Dus ik zit te denken om heel misschien tegen de avonduren, of sowieso nu aankomende zondag, daarheen te gaan. En behoorlijk wat van dat spul mee te nemen. Nou, hier heb je een klein zandgebiedje. Oh. Kijk eens. Daar kun je binnenkort van eten, jawel. En je ziet het, ook hier staat het helemaal vol. Dat duurt niet al te lang meer. Kijk eens hoe groot die struiken zijn. En ze lopen helemaal tot achteraan in het bos. En je ziet het, wij komen van deze hele grote heuvel af. Want we zijn helemaal daar bovenaan geweest, bij een uitkijktoren die hier in het bos staat. Jawel.